Het haast afgelopen jaar was voor iedere Surinamer en ook voor Telesuur heel uitdagend. Een bescheiden conclusie die Mike Antonius, directeur van het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesuur, trekt bij een terugblik. Hij geeft aan dat 2022 het land zo'n beetje uit de pandemie begint te kruipen. Daarnaast heeft iedereen, inclusief Telesuur, geprobeerd om verder de draad op te pakken, zegt Antonius. We kruipen uit de pandemie. De jaren van de pandemie waren heel, heel beroerd voor ons. Maar we kruipen uit die situatie. Het is nog niet allemaal roze geur en maneschijn. Maar desalniettemin gaat het veel beter dan in de periode tijdens de pandemie, toen wij ook nog zoveel rekening hielden met de samenleving. Door onze koersen die gerelateerd zijn aan onze tarieven niet aan te passen. En dit zijn we dit jaar dus wel weer opgepakt. En ik ben ook kritisch op punten waarvan ik denk, hey, dit kan ik anders doen of hier kan ik verandering aanbrengen. Dus in grote lijnen is die tevredenheid er wel, maar is het geen situatie waarbij we... waarbij ik zeg van, het is een tevredenheid zonder meer. De directeur zegt niet dat het jaar 2023 gezien moet worden als eentje waarin licht in de tunnel te zien is. Maar wij als mens moeten zelf proberen om het licht te zijn, omdat de verantwoordelijkheid bij ons als Ranamang ligt. Zo onderstreept de Telesuur-directeur. Ik denk dat als wij allen dat doen, dat het ons allen beter zal gaan. Ik denk dat, en dat is ook wat wij als Telesuur doen. En in het komend jaar gaan wij verder licht creëren in de tunnel, door te zorgen ervoor dat wij het land ontsluiten als het gaat om breedbanddiensten. We gaan verder de districten in. Met fiber to the home. We hebben, en dat is belangrijk voor verder digitaliseren van onze economie, heb je meer broadband services nodig en de accessibility van broadband services ook in de districten. Dus dat is mijn verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren om licht in de tunnel te creëren. Het komend jaar probeert het bedrijf ook op andere gebieden wijzigingen te brengen door te proberen paperless te gaan en proberen andere organisaties ook zover te krijgen daaraan mee te doen. Aldus Antonius.